zijn bij elkaar in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Let my people go. Het is Pasen. Het is Pasen en we vieren Pasen in het Centrum voor Maatwerk, maar voor jullie thuis ook even Pasen. Wat vieren we met Pasen? Ja, Jezus die opstaat uit de dood. Maar de grote context is een hele andere. U hoort het. Mozes. Het paasverhaal gaat terug op het verhaal van de Israëlieten die slaven waren in Egypte. Onderdrukt, niet zichzelf konden zijn, niet wisten hoe verder. En er was één mens, Mozes, die zei, we hoeven niet altijd in die ellende te blijven zitten. In Gods naam, laten we gaan. En daar lees ik vandaag een stukje over. Maar eerst maar even bidden. Wees hier aanwezig, eeuwige. Bij ons, zoals we hier zijn, thuis, met ons verdriet, met onze vreugde. Met ons vertrouwen, met onze twijfel. Wees toch bij ons aanwezig als we het niet zien zitten. Wees bij ons aanwezig als we feest willen vieren. Doe gewoon mee met ons. We zijn toch jouw mensen? Amen. Ik lees dus over Mozes. Toen zei Mozes tegen zijn zoon Gerson, moet je luisteren mijn zoon, we willen hier niet meer leven. We willen hier niets meer mee te maken hebben. We willen dat met jullie iets nieuws begint. Daarom moet je vannacht wakker blijven en goed opletten. Dan zal je het goed kunnen doorvertellen aan je kinderen. Begrijp je dat? Ja, maar wat is er dan? Vroeg Gerson. Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Je zult het zien, zei Mozes. Kom, we gaan alles inpakken voor de grote reis. Er moet plat geroosterd brood gemaakt worden, zonder gist. Matses. Dan kunnen we het makkelijker meenemen en bederf niet. We kunnen er lang mee doen. En zo was het toen ze voor de laatste keer thuis aten in Egypte. Er was een lam geslacht. En met het bloed van dat beest hebben ze een teken gemaakt op de voorpost van de deur. En dat betekende, hier wonen ook mensen die liever met de God van Abraham meegaan dan hier blijven. En overal in de omtrek waren dat soort tekens op de deur. En toen werd er op de deur gepost. Ze durfde eerst niet open te doen, maar het was gelukkig goed volk. Met het bericht dat de farao besloten had dat ze mochten gaan. Nu zou het beginnen. En zo zijn ze dezelfde nacht nog vertrokken, bepakt en bezakt. Het zag er niet indrukwekkend uit. Het leek een beetje op een groep zwervers, meer niet. Ze trokken niet langs de grote weg, want waar waren de schiettorens van de Egyptenaren? Nee, ze gingen liever langs de vluchtwegen. Door het riet, door het water heen, langs plaatsen waar je verdrinken kon. De wind had het water weggestuwd, zodat ze verder konden gaan. Maar als de wind zou keren, zouden ze gewoon verdrinken. De farao was intussen bang geworden dat de mensen hem slap vonden omdat hij de Hebreeën had laten gaan. Hij riep, wat heb ik dat gezegd? Niet waar. Vooruit mannen, soldaten, erachteraan. Het zal niet moeilijk zijn om dapper te zijn, want ze zijn met veel minder. En wij zijn sterker. De Hebreeën zagen voor zich het water waar ze doorheen moesten. Ze werden bang. Ze wilden eigenlijk alweer terug. Maar toen ze omkeken naar Egypte, zagen ze de ruiters en de gevechtswagens komen om hem in te halen. En nu werden ze razend op Mozes. Wat heb je nou weer gedaan? Waren de begraafplaatsen in Egypte vol dat we hier ook maar moeten doodgaan? Voor ons is de dood en achter ons. Vooruit, zei Mozes, je kan niet meer terug. Nu moet je doorgaan. Kom mee, zeg ik. Geloof toch eindelijk eens dat het kan. Als onze God gelooft dat het kan. En Mozes is voorop gegaan. Met zijn gezicht naar het oosten, waar het al een beetje licht begon te worden. Het was niet gemakkelijk.
Het ging niet vlug, maar ze kwamen er. En dat is het paasverhaal wat ieder jaar verteld wordt. Wat herinnerd wordt, en dat is het paasverhaal wat ook verteld werd toen Jezus aanzat bij het laatste avondmaal. Het verhaal over de uittocht uit Egypte. Ik zal een kaars aansteken. Om licht. Als het licht dat het wint van de duisternis. Als de vierde paaskaars als teken van de opstanding. En we luisteren naar het evangelie. Volgens Lucas het paasverhaal. En Josephine gaat het lezen. Op de eerste dag van de week gingen ze 's morgens heel vroeg naar het graf, met de kruiden die ze hadden klaargemaakt. Ze vonden de steen weggerold van het graf en gingen naar binnen, maar vonden het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Opeens stonden er twee mannen voor hen in stralend witte kleding. Daar schrokken ze van en ze sloegen hun ogen neer, maar ze zeiden: waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is niet hier. Hij is tot leven gewekt. Vergeet niet wat hij destijds in Galilea heeft gezegd. De mensenzoon moet overgeleverd worden in handen van zondaars, gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan. Toen herinnerden ze zich aan zijn woorden. Ze keerden van het graf terug naar huis en vertelden dat alles aan de 11. En aan alle anderen. Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria van Jacobus en de overige vrouwen die bij hen waren. Ze vertelden het dus aan de apostelen. Maar in hun ogen was het onzin wat de vrouwen zeiden en ze geloofden hen niet. Toch holde Petrus naar het graf en toen hij er een blik in wierp, zag hij alleen de linnen doeken. Hij ging terug naar huis, verbaasd over wat er gebeurd was. Het evangelie volgens het is Pasen. Als iemand uit een depressie weer tot leven komt. Het is Pasen. Als iemand durft op te staan. Als het niet goed is in de omgeving. Als er onrecht is. Als iemand niet durft, maar toch weet op te staan. En te zeggen dat het anders kan. Het is Pasen als je na een lange periode van rouw weer licht ziet. Het is Pasen als het voorjaar uitbarst met bloemen, nieuw leven. Het is Pasen als mensen durven weg te gaan uit de slavernij, uit een baan die niet past, uit een relatie die meer kost dan geeft. Als mensen durven weg te gaan uit een land waar geen plek is om te leven. Het is Pasen
als iemand zich voor een goede zaak opgeofferd heeft en die gerehabiliteerd wordt, erkenning krijgt. Het is pas als de dood een klap wordt gegeven en iemand toch geneest. Het is pas als iemand die alleen maar dood wil, weer gelooft dat er leven mogelijk is voor haar. Dat noemen we paasgeloof. Het wat soms onmogelijk lijkt, toch mogelijk wordt. Een dood spoor dat een levende weg wordt. Het vertrouwen, en zelfs niet eens dat, de hoop dat het anders kan. Laten we ons daaraan vasthouden. Het paasgeloof. Want hij is opgestaan uit de dood. En nou wij nog. Laten we bidden. Voor jullie thuis. Dat je op kan staan. Als je het niet ziet zitten. Als je het niet durft. Dat je in beweging kan komen. Dat je mensen om je heen vindt. Die bemoedigen en die jij kan steunen. Laten we bidden. Voor alle vervolgde christenen in landen waar ze niet mogen zeggen, waar ze niet mogen bidden in het openbaar. Laten we bidden voor alle mensen op de vlucht, waar dan ook, dichtbij, ver weg. Een stootje zwervers, als ooit de Hebreeën, met een doel voor ogen, leven. Dat er een welkom is. Laten we bidden voor alle mensen die worstelen met psychische kwetsbaarheden. Dat ze van een kwetsbaarheid een kracht kunnen maken. Dat ze gehoord en gezien worden. Dat ze begrepen worden. En laten we bidden voor al die hulpverleners. Die soms zo hun best doen, tegen de klippen op, om vertrouwen, hoop en liefde. En laten we in stilte onze eigen gebeden voor God neerleggen. Want surrexit Christus vera, want de Heer is waarlijk opgestaan. Nou, dit was een kleine paasspecial voor jullie thuis. Hoop, geloof en liefde. Over 2 weken, ik weet het, ik ben de draad kwijt. Omdat het paas is, hebben we nu 3 keer achter elkaar een viering. Dus de volgende week geen digiviering, maar de week erop weer wel. Blijf kijken, geef commentaar. Houd moed en heb lief. Ga heen. Waar je bent. Wees gezegend. Weet dat het goed is. Dat je goed genoeg bent. Dat je goed genoeg kan zijn. In dat paasgeloof. Van dat het onmogelijke soms mogelijk wordt. In mij, in jou en misschien ooit in deze wereld. In de naam van de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest. Amen. Tot de volgende keer. Laat van je horen.